toch ben ik er wel van overtuigd dat je soms wel... je kunt wel in zekere zin keuzes maken die gevolgen hebben van hoe je je voelt. Ja. Dat heeft te maken met wat ik net zei. Je kunt met argusogen naar de ander kijken en altijd kijken naar de mensen die het beter hebben of dingen die je nog wil bereiken, daar maar bezig zijn. Je kunt ook zeggen zelf, hé jongens, wees nou eens gewoon blij met wat je nu hebt. Ja, en daar zit vanuit misschien vanuit mijn christelijke opvoeding, het woord dankbaarheid zit er wel een beetje bij. Ik ben vooral echt heel dankbaar voor alles wat goed gaat. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio presentator Bert van Leeuwen. We gaan dieper in op wat geluk nou echt betekent en welke rol de dood en relaties daarin spelen. Podcast of Hope, moving towards happiness. Leuk dat je er bent. Ja, want we gaan gewoon je en jij zeggen. Ja, exact. Onze podcast gaat over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt? Tot een paar dagen geleden niet. Okay. Dat wil zeggen niet bewust. Achteraf realiseer ik me dat ik natuurlijk ook net als heel veel mensen bezig ben met het vinden of behouden van mijn geluk. Oh ja. Maar sinds ik weet dat ik hier te gast ben . En de afgelopen dagen wat afleveringen van jullie podcast beluisterd heb, ben ik toch wel wat meer gaan nadenken over geluk. Okay, dus we hebben jou een beetje aan het reflecteren gezet. Absoluut. En niet niks moet ik zeggen, want ik realiseer me nu hoeveel facetten geluk heeft, welke rijkwijd het heeft, hoe abstract het is en eigenlijk hoe ongrijpbaar het is. Dus op weg hier naartoe dacht ik, wat ga ik in hemelsnaam over geluk aan jullie vertellen? Maar als je dan zo naar onze podcast luistert, dan realiseer je dan van ja, daar vind ik me wel in of dat heb ik onderbewust altijd al gedaan. Ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant ben ik heb, ja, weet je, dat is per gast verschillend natuurlijk. Maar ik realiseerde me wel hoe apart ik het vind dat heel veel gasten in jullie podcast, die gaan meteen met jullie beginnen om te praten over geluk. Terwijl ik denk, maar misschien ben ik een beetje analytisch van aanleg. Mm-hmm. Waar hebben we het over? Want mensen gaan meteen met jullie praten over geluk. Dan denk ik, ja, wacht even. Kunnen we niet eerst even met elkaar op een rij zetten? Wat is nou eigenlijk geluk? Ja. Heb je een definitie? Nou, niet één. Hebben jullie, want jullie maken heel veel podcasts al. Laat ik het eerst aan jullie vragen, dan zal ik even aanvullen. Oké. Wat is nou geluk in jullie idee? Mijn idee, ik denk ook niet dat ik nog een heel coherent beeld ervan heb, maar wel heel veel fragmentarische deeltjes als het ware. Jij studeert wiskunde, hè? Ja. Ja, ik hoor het al. Ja. Ook dat analytische erin, of niet? Ja. Ga door. Wat ik bijvoorbeeld niet denk, en dat is wat veel mensen zeggen, is dat het momenten zijn. Dus je hebt een geluksmoment en dat denk ik niet. Ik denk dat geluk een beetje een houding is waarin je je tegen het leven opstelt, als het ware. Als in, een gelukkig leven is een goed geleid leven, als het ware. Dat is wat ik denk. Oh, en ben je het ermee eens, Cliff? Als ik zeg, ik weet niet of ik ermee oneens ben, maar ik zie geluk misschien als een soort van, dat noem je dan ataraxia, een soort van gemoedsrust. Oh ja. Daar zou ik misschien geluk meer aan die kant zetten. Ah, dat je een soort van, die gemoedsrust hebt. Ja. Want op school, ik studeer in filosofie en we hebben het ook, geluk wordt vaak vertaald. Dat het Griekse woord eudaimonia wordt vaak als geluk vertaald. Ja. Maar dat is meer een soort van geluk hoe anderen dat kunnen beoordelen. Ja. Maar eudaimonia betekent, als ik het goed heb, het goede leven. Ja. Dus dat zou aansluiten op wat ik zei eigenlijk. Ja, oké, dus dan ben ik het oneens met Nick. Oké, lekker. We hebben nu al een splijtswam. Ja, nee, ik vind het zo leuk dat jij dan zegt, dat is het niet. Toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, ik ken zoveel gradaties van geluk. Hmm. Het euforische gevoel van, weet je, de gelukzalig. Ja. Ja. Wanneer je bijvoorbeeld, als je kind van de trap afvalt en gelukkig blijkt er dan niks aan de hand te zijn, het kind heeft geen ernstige wondingen, dan ben je werkelijk helemaal, dan ben ik helemaal blij. Dan ben ik echt zwaar gelukkig. Ja. Dat is geluk in de zin van, ik heb geluk gehad. Ook. Ja, maar dan voel ik het wel heel erg. Ja, dat kan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar geluk kan ook gewoon een soort van tevredenheid zijn. Bijna gezapig. Ik ben wel tevreden, ik ben wel gelukkig. Ja, mijn leven is aardig. Ik ken niet al te gekke dingen. Hmm. Dat herken ik ook wel weer. Het kan ook zijn dat je denkt van, echt gewoon blij zijn. Blij omdat ik om een hele mooie zomerse dag lekker in de auto zit en ik heb geen file. Dan ben ik ook gelukkig. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, jemig, wat is het ingewikkeld? Wat is nou precies geluk? Ja. Ik kan soms gelukkig zijn
op een bepaald moment, maar mijn geluk kan een beetje bedorven worden, omdat ik weet, er komt het komend weekend iets heel naars aan, of er is iemand ziek aan te worden of geworden. Ik kan ook in een hele vervelende omstandigheden zitten en weer heel gelukkig worden, omdat de vooruitzichten goed zijn. Weet je, bedankt jongens, ik was de draad kwijt gewoon toen ik erover nadacht. Maar hij is weer terug nu, of? Nou ja, laten we met elkaar maar een boom opzetten over wat dan geluk is en of ik, waar mijn geluk in zit. Ja, misschien gaat het ook dan om het geluk waar mensen een beetje het probleem mee hebben. Als in, je kan misschien zeggen, noem momenten wanneer je gelukkig bent geweest in je leven. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen de geboorte van mijn kleinkinderen misschien. Ja. Maar je hebt ook het geluk van, ik ben niet gelukkig. En dat is een soort van algemene staat van geluk, een soort van reflecterende staat als je terugkijkt op je leven misschien. Ja. En ik denk dat bij dat laatste zit het probleem. Zou ik zeggen. Wat is dan het probleem? Nou, niet het probleem trouwens, maar misschien als mensen zeggen ik ben ongelukkig, dan bedoelen ze dat tweede. Dan bedoelen ze denk ik niet van ik heb geen geluksmomenten in mijn leven, maar een soort van al... Ja, want het is vaak ook het geval als mensen terugkijken op hun leven en dan zeggen van ik ben over het algemeen niet gelukkig. Dat betekent niet dat er in dat leven geen geluksmomenten hebben gezeten. Nee, dat komt er ook nog bij. Ik heb echt heel veel nagedacht door jullie. Ja, maar ik realiseerde me ook, misschien moeten we daar maar proberen structuur aan te brengen in het gesprek. Ja, ja. Maar ik realiseerde me ook dat je soms op een moment denkt niet zo gelukkig te zijn. En dan denk je soms na jaren, wat was dat eigenlijk een gelukkige tijd? Dat hoor je mensen wel zeggen. We hadden niks en we hadden een klein huisje en we hadden niet veel. Maar wat waren we toen gelukkig? Ja. Dat heb je ook nog. Dat zou ook kunnen komen omdat in contrast met je huidige situatie die vorige beter was. Ja, dat kan ook nog. Dat je dan realiseert wat je toen had en wat je nu misschien niet meer hebt. Dat kan ook nog. Ja, dus ik vind het best wel ingewikkeld hoor, jongens. Ja, dat is het ook zeker. Ja. En jij zei net, daar wil ik ook nog even op terugkomen, van ja, geluk is niet een moment, zei je. Hè? Ja. Dat vond je niet. Nee, dat vond ik niet, nee. Terwijl ik juist was, ik ben voor mezelf nagegaan in mijn leven. Ik bedoel, ik ben nu de 60 gepasseerd. Toen dacht ik, wat zijn nou echt de, want ik denk echt die momenten van geluk die je echt... waarvan je dat geluk voelde, die weet je na jaren nog. Ja, En een van mijn lijfuitspraken was dat het geluk is een moment. Oh, ja. En toen moest ik denken aan een gekke voorbeeld. Ik heb vier kindertjes en die dan gingen vroeger naar, weet ik veel, op vakantie. Nou, lekker naar de camping, want de kinderen vinden een camping leuk. Hm. En dan gingen we met z'n allen naar het strand. Kijk, je ziet op die foto, zie ik mij met drie van mijn vier kinderen toen ze nog heel klein waren. Nou, in die tijd gingen we dan naar Spanje en dan met een grote wagen. En dan zaten ze alle vier achterin en dan keek ik in mijn achteruitkijkspiegel en zag die vier kopjes achter me zitten. Dat moment weet ik nu na al die jaren nog. Dat is een geluksmoment. Ja. Ja. Vier gezonde kinderen op de achterbank. En dan ging ik naar Spanje op vakantie. En dan gingen we naar het strand. Ik sjouwde me helemaal te pletten met alle luchtbedden, strandstoeltjes en alles. Dat was zweten geblazen. En dan liep ik naar het strand en dan gingen we zitten. Alle kinderen, zwembroekjes aan, zwemvestjes aan. En dan zat ik en dan schonk ik een bakje koffie in. Toen zei ik altijd zo, dit is even een geluksmoment. Nou, dat is een moment. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat is denk ik ook wel geluk. Als in, je kan het niet vertalen met iets anders. Dus er is geen ander woord voor. Ja, misschien. Nee. Maar ik realiseer me ook dat... Blijdschap misschien? Ja. Ja, dat is even... Het is zo'n gevoel. Ja, het is een blij gevoel. Ja. Ja. Maar wel het overstijgt blijdschap, denk ik. Ja, dat is voor mij, ik weet niet hoe ik die emotie moet omschrijven, maar het is meer dan alleen maar even blij zijn, maar het is even, dat is voor mij wel echt geluk. Ja. Ja, dit is wel wat veel gasten zeggen, denk ik, dat het dit soort momenten zijn die inderdaad die blijheid overstijgen nog, daar zit hem het echte geluk in. Ja. Maar dan vind ik het ook weer zo bizar. Misschien ga ik van de hak op de tak. Ik vond het ook zo fascinerend hoe wij mensen in elkaar zitten. Dat je dus soms in omstandigheden die echt heel waardeloos zijn of heel verdrietig zijn. Dat wij mensen dan ook weer in staat zijn om binnen hele verdrietige omstandigheden dan weer ons geluk te vinden. Ja, ja. En het ook bijna om te toveren. Want mensen hoor je ook best wel vaak zeggen dat ze gelukkiger uit een vervelende situatie zijn gekomen. Het is bijna alsof ze het omzetten of zo. Ja, ja, ja. Ik moest denken aan een best wel recent voorbeeld. Vorige week had ik opname en ik was bij iemand. En dat was een hele verdrietige situatie. Mensen van een meisje wat overleden is. Natuurlijk triester dan dat kun je als ouders niet voorstellen. En die mensen vertelden hoe gelukkig ze waren dat heel kort na het overlijden... dat ze de urn, een hele mooie urn met de as van hun dochter weer thuis hadden. Hmm.
En dat denk ik, soms loopt geluk en ongeluk gewoon weer dwars door elkaar. Je kunt dus diep verdrietig zijn en eigenlijk ongelukkig. En daarbinnen heb je dan ook weer geluksmomentjes. Ja. Dat is toch raar? Ja, ja, ja. Dit doet me wel jullie mij dat ik er dan niet uitkom af en toe? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dit doet me wel denken aan gast van vorige week. Die vertelde, dat was Kung Lu, dat is een boeddhistische monnik. En die vertelde dus dat... inderdaad, geluk en ongeluk, dat zijn geen tegengestelde van elkaar, maar geluk zit hem eigenlijk in het herkennen waar je, van waar jouw ongeluk zit op een manier. Als in de Boeddha die zei, lijden is, is waarheid. En alleen wanneer je het herkent, kun je er ook van weg of kun je gelukkig zijn. Kun je het geluk erin herkennen, als het ware. Klinkt een beetje vaag hoe ik het uitleg. Hij deed dat veel beter. Nog eens even terugluisteren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Niet uit, maar... Nou ja, ik trek het gewoon even naar het Hollandse. We kennen de uitdrukking geluk bij een ongeluk. Ja, 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 precies. Dat is toch ook wel zo. Ja. Vaak is er... Ja, je kunt het bijna zo gek niet noemen in het leven. Of je kunt zeggen, joh, er is ook wel weer een geluk bij een ongeluk. Dat of dat. Ja. Even heel raar voor... Ja, ik zit maar even in beelden en voorbeelden te denken... mijn moeder die, kreeg een jaar of twee een hersenbloeding, een herseninfarct, is eraan overleden. Verschrikkelijk, heel naar, verdrietig allemaal. Geluk bij een ongeluk, toen ze me belde, was ik net toevallig 's morgens 7:30 thuis aangekleed en kon ik binnen een minuut bij haar zijn en met haar mee. Dus soms gaat het bijna hand in hand, het ongeluk en het geluk. Ja. Alleen de vraag soms is, wat weegt zwaarder? Maar ik denk dat dat dan weer geluk is, als van, je hebt geluk. Zo van, oh... Ja, maar dat je toch, nou ja, ik ben toch nog blij dat of dat. Ja, toch nog het positieve ervan. Ja. Oké, maar als we nu dus aannemen dat die twee dingen hand in hand gaan met elkaar... Ja. Wat maakt dan dat de een dan toch zegt, ik voel me ongelukkig en de ander niet? Ja, de ene, waardoor de een zich ongelukkiger voelt dan de ander. Ja, ik denk ook daar, je hebt echt een moeilijke gast aan mij, hoor. Nee, ik ben niet zo zwart-wit. Ik denk dat je namelijk op een aantal manieren jezelf, nou, ik moet niet te plat zeggen, die ik wou zeggen jezelf ongelukkig kunt maken. Ik denk wel dat er een aantal aspecten zijn waardoor mensen zichzelf een beetje richting ongeluk werken. Ja. Als jij jaloers bent... Heel perfectionistisch. En je bent altijd. Dat zorgt ook voor een zekere ontevredenheid. Ja. Daardoor kunnen mensen heel ongelukkig zijn. Als jij. En soms is dat ook best wel terecht. Als jij. Weet ik veel. Je bent alleenstaand. En je ziet allemaal mensen om je heen. Die allemaal een leuke partner hebben. Dan kun je zelf helemaal. Het ongeluk inpraten en indenken. Ja. En ik weet wel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar soms moet je ook voor jezelf proberen. Daar weer een beetje een weg in te vinden. Jongens, weet je, relativeer dingen. Ja. Dat doe ik in mijn leven ook wel. Soms gaan dingen niet heel zoals je wil. Maar. Kijk dan naar de mensen ook die het soms, net als jij, ook niet goed hebben of nog minder hebben. Dus dat is denk ik waardoor mensen misschien ongelukkig zijn. Ik heb ook in mijn werk door de jaren heen heel veel mensen ontmoet die best wel recht hadden en een reden hadden om niet gelukkig te zijn. Omdat ze gewoon met ziekte en gebrek aan gezondheid te maken hadden. En ik snap heel goed dat mensen dan wat minder gelukkig zijn. Mm-hmm. Ja, alleen... Ik kan dus niet bijvoorbeeld naar jouw leven kijken en over jou oordelen. Je bent gelukkig, je bent ongelukkig. Dat is puur iets waar je zelf voor zorgt. Hmm. Is dat zo? Ja, ja. Zou dat zo zijn? Overkomen de dingen ons of hebben we nog keuzes erin? Ja, ik denk... Ja, dat is dan misschien... Hoe ik ernaar kijk? Ik denk dat dingen je overkomen, maar het ook gaat om een bepaalde houding die je tegenover die dingen hebt. En dat betekent niet dat als je slechte dingen overkomen en je bent ongelukkig, dat het dan fout is, want... Het is juist heel knap, vind ik. Hè, wat je zegt, dat geluk bij het ongeluk. Ik denk dat het juist de kunst is om dat in te zien. Het geluk bij het ongeluk. Ja. Dat is niet... Ja. Nou ja, ik ben toch wel ervan... Hoewel ik pas ook weer iemand hoorde zeggen... dat alles, dat we eigenlijk helemaal geen keuze hebben als mensen. Alles overkomt je. Je hebt de mazzel dat je in een mooi land geboren bent. In een goed land. We hebben de mazzel dat we hersens hebben. En dat de een ziet er mooi uit, de ander niet. Dus je hebt weinig keuzes. Toch ben ik er wel van overtuigd dat je soms wel... je kunt wel in zekere zin keuzes maken die gevolgen hebben van hoe je je voelt. Ja. Dat heeft te maken met wat ik net zei. Je kunt met argusogen naar de ander kijken en altijd kijken naar de mensen die het beter hebben of dingen die je nog wil bereiken, daar maar bezig zijn. Je kunt ook zeggen zelf, hey jongens, wees nou eens gewoon blij met wat je nu hebt.
Ja, en daar zit vanuit misschien vanuit mijn christelijke opvoeding het woord dankbaarheid zit er wel een beetje bij. Ik ben vooral echt heel dankbaar voor alles wat goed gaat. En ook in mijn leven gaan dingen soms niet goed. En dan heb ik soms hele verdrietige dingen. Maar dan probeer ik me dan toch ook te richten op de dingen waar ik wel echt heel blij mee ben. Ja, en dat maakt mij overal wel weer redelijk een gelukkig mens. Ja, dankbaarheid horen we wel vaker. En ook vergeving. Dat zit natuurlijk ook in het, weet je, het christelijke idee. Maar dat horen we ook wel vaak, dat dat een onderdeel is van geluk. Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk al heel lang maak ik dat ene programma. Met al die mensen die ruzie maken met familie. Dat ene programma. Het familiediner. Nee, maar dat herken ik wel heel erg. Dat mensen, denk best wel ongelukkig worden, omdat ze zichzelf vaak in de weg zitten. Dan hebben ze een soort besluit genomen. Ze zijn beledigd of gekwetst door iemand in de familie. En zeggen dan, nou, die hoef ik niet meer te zien. Ze zeggen letterlijk vaak tegen mij, en ik heb er vrede mee. Ik ben er gelukkig, hoef ik niet meer te zien. Ik heb rust nu. En dan praat ik soms 5 minuten met ze. En dan zijn ze in tranen, want ze zijn ten diepste helemaal niet gelukkig. Ze zijn er helemaal niet blij mee. Dus mensen kunnen zichzelf in dat opzicht ook wel dingen wijsmaken. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Ik wil er trouwens nog terugkomen op het dankbaarheid gedeelte. Ja? Want wat ik ook denk is, het is inderdaad heel belangrijk om dankbaar te zijn voor wat je hebt. Maar stel je bent dat niet, dan denk ik dat een grote factor voor het ongeluk niet per se is dat je niet dankbaar bent voor wat je hebt, maar dat heel veel mensen dus niet tevreden zijn met wat ze hebben, maar er vervolgens ook niets aan doen om meer te krijgen. Ja. Dus als in die discrepantie daartussen, daar zit denk ik ook een gedeelte daarvan. Ja, ik zit een beetje mee te denken. En wat bedoel je dan? Dat mensen eigenlijk ook zelf het heft een beetje in eigen hand zouden moeten kunnen nemen? Ja, dat is wel de conclusie dan, ja. Ja, ik zit ook maar aan de programma's die ik gemaakt heb. Ik heb onder meer een programma gemaakt over mensen die eenzaam zijn. Best wel triest. En dat er soms ook best wel redenen om eenzaam te zijn. Die waren sociaal niet zo sterk en die hadden dingen meegemaakt. Maar dan daarom proef ik wel een beetje wat jij zegt. Ook zei ik soms letterlijk tegen die mensen, ja, misschien ook even een schop onder je kont hebben. Ja, precies. Die gaan er dan, je kunt soms ook zelf dingen doen. Sommige mensen gaan er dan bij zitten. En is van, oh, ik kan dit niet. Dus dan ga ik ook niks doen om dat wel te kunnen. Ja. En daarom vind ik het allermoeilijkste woord in dit hele leven, vind ik het woord, en dat gebruik ik wel vaak, om balans te vinden. Aan de ene kant moet je de schop onder je kont hebben en dingen doen. Ja. Alleen probeer dan wel de goede balans te houden. Want ik ken ook weer mensen die zijn alleen maar bezig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, dan slaat het weer door. Uit oog. Ja, een gulden middenweg erin zoeken. Eigenlijk, ja, dat is denk ik de grootste levenskunst. Ja. Om je niet gek te laten maken. Ja. Alleen met het risico weer, het moet ook niet afvlakken dat het allemaal weer alles grijs wordt. Nee, daar moet je ook voor oppassen inderdaad. Ja, nee, het is natuurlijk zo dat mensen die door diepe dalen, kun je soms intens gelukkig zijn als het dan wel weer goed gaat. Ja. En mensen die heel erg steady zijn en altijd maar de balans hebben, ja, die hebben misschien wat minder diepe dalen en wat minder hoge pieken. En die geluksmomenten, die je zo voelt, wat minder. Ja, maar wel dezelfde trendlijn als het ware in hun geluk. Alleen dan minder. Het is sowieso wel fijn als je er gewoon geen moment hebt dat je diep ongelukkig bent. Als je geen moment hebt. Als je die niet hoeft te hebben. Ja, dat lijkt me ook, ja. Ja. Ja, en we hebben wel heel veel gasten die komen. Nou, heel veel. We hebben wel gasten die zeggen, die komen uit een staat van diep ongeluk. Ja. Bijvoorbeeld uit een burn-out of zo. Burn-out, inderdaad. Heb je bijvoorbeeld een boek van Jaap Bressers toevallig liggen. Die is bijna overleden en heeft een dwarslesie gekregen. Maar dat soort verhalen. En dat ze daar juist dat hebben gebruikt als bron om gelukkig te worden. Ja. Ja, ik vind dat... Daar word ik wel een beetje, daar word ik gewoon heel erg bescheiden van. Ja. Want ik voel mezelf, dan is echt, dan denk ik wel weer in de vorm van geluk, van je hebt geluk gehad. Ik doe het overkomen. Ik ben in dat opzicht gewoon een beetje, voel ik me wel een beetje een zondagskind. Ik heb gewoon mazzel gehad. Ik ben in een leuke baan gerold, ik heb een leuk gezin, ik heb fijne kinderen. Dus dan moet ik ook, weet je, en dat voel ik me bijna bezwaard. Ten opzichte van mensen die echt met name dan met ongemak door ziekte te maken hebben. Ja. Ook, ik heb ook een beetje met mensen te maken gehad de afgelopen jaren. Die kregen bijvoorbeeld een kind wat zwaar gehandicapt is. En dan vind ik dat weer zo... heb ik zoveel respect voor mensen die dan met elkaar de schouders eronder zetten. Die echt in omstandigheden best wel zwaar zijn. Maar die dan daar toch weer met elkaar daar hard tegenaan gaan. En die daar ook wel weer gewoon geluk in vinden. Mm-hmm. Weet je wel, die
Ik moet denken aan die, wat ik net aanhaal, die mensen die dochter hadden die overleden is. En die vertelde over hun dochter met zoveel liefde in hun ogen. Terwijl dat meisje was heel, die hebben gewoon 20 jaar, hebben ze een enorme zorg gehad voor een heel behoorlijk gehandicapt kind. En toch vinden die mensen daar geluk in. Ja, ja. Daar kan ik alleen maar met bewondering naar kijken en over praten. Ja, ja. Ja, puur respect. Absoluut. Ja. Ja, en je bent buiten alles wat je voor de tv doet ook een mediator, toch? Ja. Ja, zeg ik. Dat ja, moment, ja, dus, ja. Ja, je mediate verschillende problemen die mensen hebben. Mm-hmm. Kun je daar een soort van ook... Help je op die manier ook mensen gelukkig worden? Oh ja, ik denk het wel. Want ik denk dat een van de factoren die je echt heel ongelukkig kunnen maken is heel die negatieve energie die het kost en de wrok en haat die vaak mensen hebben, omdat ze iets ten opzichte van een ander hebben. Ja. Het kost zoveel energie. Als jij bonje met iemand hebt en dat houdt maar stand, dat zit ergens in je. Dat kost gewoon, dat kost energie. Even heel praktisch, ook die mensen in het familiediner, ze moeten gewoon echt bewust soms elkaar ontwijken. En ze moeten allemaal onthouden waarom ze ook weer boos zijn. Ze moeten aan de mensen in de omgeving moeten gaan uitleggen waarom je boer niet meer ziet. Want het is een enorme, ik zal het woord niet gebruiken, maar een heel slecht mens. Dat kost zoveel energie. Ja. Als je dat kan oplossen, dan heb ik echt in de praktijk zo vaak gezien dat mensen daarna gewoon echt werkelijk opgelucht zijn. Nou ja, dan ben je toch veel, veel gelukkiger. Waar komt dat wrok dan ook vandaan, denk je soms, hè? Niet al te generaliseren, maar dat is vaak. De rode lijn is wel dat wij zijn als mensen denk ik in het algemeen best wel onhandig. We zijn gek op elkaar en we verwachten van dingen van elkaar. Maar we worden soms teleurgesteld door mensen juist van wie het niet verwacht. Binnen je vrienden of familiekring. En die zeggen of die doen iets of ze doen juist iets niet wat je dan niet had verwacht. Dan ben je door gekwetst. En dan krijgen mensen ruzie en dan gaan de hakken in het zand. Want dan wil je niet laten kennen. En soms willen mensen zich niet nog een keer laten kwetsen. Mm. En dan zitten ze zichzelf echt in de weg. Ja. Afgelopen serie had ik een man uit Friesland. En die zus had één verkeerde opmerking gemaakt. Die had gezegd, de ouders waren overleden. Ze zei, nu hoeven we niet meer naar het noorden te rijden. Dat was zo verkeerd gevallen bij die zus. Ja. Waardoor ze elkaar 7 jaar niet gezien hadden. Ja, ja, één opmerking. En dan zeg ik tegen hem, maar los het op. Ga met je zus in gesprek. Nee, ik heb gezegd, dan ben ik echt zo. Als ik zeg, nee, ik doe het niet, dan doe ik het ook niet meer. Dan denk ik, waarom zit je soms jezelf zo in de weg? En dat zijn wel keuzes die je zelf kunt maken. Want uiteindelijk maakte hij het goed met zijn zus. Ze gaven elkaar 3 dikke zoenen. Ik zei, moeten jullie nog mediation? Nee, dat hoeft er niet meer. En vervolgens zijn die mensen, dat weet ik wel 100% zeker, die zijn daarna echt weer een stuk gelukkiger. Ja. Het zijn die conflicten, die spelen vaak ook bij mensen die heel erg van elkaar houden, toch? Of mensen die dicht bij elkaar staan. Juist. Want dan liggen er bepaalde verwachtingen. En als je dan teleurgesteld wordt... Ja. Hoe hoger de verwachtingen, hoe groter de kans dat fout gaat eigenlijk. Ja. Maar zou jij je ook kunnen voorstellen dat je zelf in zo'n conflict komt met jouw familie? Ja en nee. aan de ene kant, kijk, ook door mijn ervaringen moet ik er niet aan denken. Dus hier zie ik nu een foto van mijn hele gezin met kinderen en schoonkinderen en kleinkinderen. Je ziet er ook zo blij uit, ik kan me niet voorstellen dat hier een conflict speelt. Natuurlijk, iedereen heeft wel eens wat en iedereen heeft wel eens even een ruzietje of een oneenigheidje. Maar ik weet uit ervaring wel, en het zit ook wel, denk ik wel in mij, om dat niet uit de hand te laten lopen en dat heel lang te laten voortduren. Ja. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat je op een gegeven moment, als iemand jou echt iets aandoet, ja, dan ben je ook, we zijn allemaal mensen, dan ben je ook gekrenkt en gekwetst en dan ben je ook, word je ook boos. Ja. Alleen moet je denk ik wel het verstand hebben om dan zeggen, joh, laat het nou niet zo lang duren, los het op. Ja, na een tijdje is dat klaar. Ja, ja, ja. En per saldo kunnen we dan ook wel beredeneren dat voor je gevoel en uiteindelijk voor je geluk ook beter is om het gewoon weer op te lossen. Ja. Ja, dus die besluiten om dan dat contact te verbreken, dat gaat op een soort van automatische piloot of zo. Nou, in de kern volgens mij, als je over conflicten en ruzie hebt, is het volgens mij in 99 van 100 gevallen is het zo dat mensen, wij kroppen vaak dingen op. Als iets stoort mij aan jouw gedrag, ik zeg het heel vaak niet, want ik ga niet moeilijk doen. Als er op een gegeven moment gaat het net even de bekende druppel die er moet over, dan zeg je ze, nou pik ik het niet meer. Ja. Dan ga ik los en zeg ik, hey, dit pik ik niet, want dit en dat. En dan ga ik allemaal met verwijten komen. Ja. En wat doet meestal die andere partij als tegenreactie? Ja, meteen defensief opstellen. Ja, en defensief door meestal in de tegenaanval offensief, te gaan. Van nee, jij bent lekker. En dan komt die van de andere kant ook. Dan neem ik zelfs waar de emoties toenemen, neemt het verstand af. Ja, dan gaan alle remmen los. En dan gaan mensen alles eruit gooien wat ze al die tijd al dwars zit. Nou ja, en dan
krijg je dus de slaande deuren of de mensen die boos weglopen. Of in het ergste geval geven ze elkaar nog een klap ook. En dan is het klaar. Dan lopen ze uit elkaar. En dan is de vraag, los je het dan de dag of de week erna op? Of gaan de hakken echt in het zand en doe je dat niet? 7 jaar later. Ja. En al die gevallen die ik tegenkom, hebben de mensen dat niet meer opgelost. Ja, dus de beste tactiek is eigenlijk als je al een klein irritatietje over iemand hebt, dan meteen zeggen. Want dan komt het ook voor die persoon minder hard aan. Dan kom ik weer met mijn rotwoord balans. Balans, ja. Tuurlijk. Je moet ook niet op elke slag zout leggen. Dan word je ook heel irritant, hè? Als ik de hele dag aan jou zeg, hey, vind ik niet zo leuk dat je dat zegt. Dan word je op een gegeven moment, hey, joh, zeikert, hou van je op. Dus ook daarin is het eeuwige weer het zoeken naar de balans. Dat is geen rotwoord, gewoon een mooi sleutelwoord eigenlijk, balans. Ja, alleen het is in die zin een beetje rotwoord, omdat het geeft niet heel veel helderheid. Ja. Het is geen duidelijk van dit moet je doen, dus je moet het een beetje niet, ondervinden. Het geldt niet voor iedereen, want bij de een moet je misschien wel wat vaker even duidelijk zijn en wat zeggen. Bij de ander moet je soms even iets meer slikken. Het is een beetje zoeken. Ja, ja. Ja, het woord geeft niet per se aan waar de balans dan ook ligt. Maar. Nee, het geeft alleen maar aan dat het handig is om ernaar te blijven zoeken. Ja. Soms ga je een beetje op je gezicht en dan moet je even een beetje bijstellen. Ja. Ja. En wat maakt jou dan als mediator, of hoe vraag ik dit? Wat maakt jou de geschikte mediator? Jeetje. Dat vind ik een lastige. Als ik mezelf probeer te analyseren, kijk, wat in mijn rol helpt als mediator, maar dat geldt voor alle mediators, dat ik geen partij trek. Mm-hmm. Ik ben onbevooroordeeld. Ja. Ook in het familie, als ik mensen tegemoet reed, trek ik nooit partij. Ik zeg nooit, schuld ligt meer bij jou dan bij jou. Mm. Ik wil gewoon het verhaal horen van de mensen. En ik probeer soms dingen even te vertalen. Als iemand zegt, joh, ik vind jou echt een eikel, want ik lag in het ziekenhuis, je bent niet bij me geweest. Dan zeg ik tegen die boer die niet geweest is, van joh, je boer vindt het echt heel jammer, want die had zo graag gewild dat je op bezoek kwam bij hem. Dat klinkt ook heel anders. Ja. Ja. Want mensen schieten gauw in de verwijten. En dan vertaal ik dat een beetje. Maar laat je nooit merken dat je een partij kiest? Of heb je wel altijd zoiets van, eigenlijk heb jij wel gelijk, maar dat zeg je dan gewoon niet? Nou, kijk, het is nooit 50-50 verdeeld. Nee, dat geloof ik ook niet. Er is ook een gezegde van, weet je, waar twee kijven hebben er twee schuld. Dat is wel vaak zo in de dingen die ik tegenkom. Maar natuurlijk heb ik wel eens het gevoel, het ligt wel iets meer bij jou dan bij jou. Ja, je hebt precies. Alleen ga ik dat nooit... Ik blijf gewoon niet. Ja. Professioneel neutraal. Ja, je bent niet een soort van rijdende rechter of zo, die uitspraak doet over wie er gelijk heeft. Nee. De kunst in mijn werk en mijn programma is gewoon om mensen weer bij elkaar te brengen. Wat ik eigenlijk persoonlijk veel leuker vind. Want rijdende rechters hebben gewoon één winnaar en één verliezer. Ja. Als het in mijn geval lukt, hebben alle twee winnaars. Want ze zijn allebei blij. Ja. Ja, mooi. En gelukkig. En gelukkig. Ja, precies. Laten we dat niet vergeten. Nee, precies. Maar word jij ook gelukkig van? Want je doet dus de mediator buiten het familiediner, doe je het dus ook nog zonder camera's. Ja. Dus ja, maar is het iets waar je zelf gelukkig van wordt? Het is... Dat geldt zowel in als buiten het programma. Waar ik gelukkig van word, is als je iets voor elkaar kunt krijgen, dat je iets recht kunt breien wat helemaal fout gegaan is. Dat maakt mij wel gelukkig. En gelukkig in die zin dat het mij een voldaan gevoel geeft. Van ja, we hebben iets bereikt. Ja. Ja. Ja, dus dat is dus ook. En ja, nog iets wat toevoegt aan geluk. Nog iets wat toevoegt aan geluk. Het wordt alleen nog maar ingewikkeld. Ja, hebben we eigenlijk een definitie? Als ik nu aan jou zou vragen, ben je gelukkig? Ik weet niet of je ja of nee zou zeggen. Maar... Ja, ik denk dat ik dan wel ja zeg. Ja. En... Geen hele overtuigende. Nee, ja, omdat ik dan ook denk... Ik ben gelukkig, maar altijd een beetje ondanks een aantal dingen om me heen. Ik vind het bijna een beetje asociaal om te zeggen, ik ben gelukkig. Ja, ik zie af en toe die foto's hier voorbij komen en dan zie ik, kijk, hier word ik gelukkig van. Twee van mijn kleindochters. Dit is, hier word ik gelukkig van. Maar ook nu, op dit moment. Ja, hier, ja. Ik zit er nu naar te kijken. Ja. Hier word ik echt. Hier krijg ik even. Welk stofje is dat? Endorfine, weet ik wat dat vrij is. Dan komt iets vrij. Dopamine. Laat alles maar vrij. Alle stofjes die komen er. Nee, maar waarom ik dan daar weer een beetje weifelend in ben, is ik ben gelukkig. Maar ik heb in mijn directe omgeving mensen die gewoon verdriet hebben ook. Omdat ze iemand mist, omdat iemand overleden is. Dus het is altijd een beetje. Op mijn eigen kleine eilandje kan ik nu heel gelukkig zijn. Maar ik realiseer me dat er heel dichtbij ook mensen zijn die dat niet zijn. En dat voor een deeltje is dat ook een randje om mijn geluk heen. Ja, dat is toch een soort van groepsgeluk is er. Ja. Nou, het is altijd, in het leven, het is altijd, denk ik, hoe zeg ik dat nou? Het is geluk met toch ook een randje eromheen. En het randje is
in dit geval heel concreet, dat er ook verdriet is. Omdat er mensen nog niet heel lang geleden overleden zijn, die ik heel erg mis. Ja. Dus dat is het randje om het geluk heen. Het andere randje is ook, daar hebben we het nog niet eens over gehad, is dat ik me realiseer dat alles weer voorbij gaat. Het is ook geen eeuwig geluk. Dat beangstigt mij ook. Als je gaat dood? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja, in die zin. Dat we allemaal doodgaan. Ja. Ik zag net een foto van mijn hondje voorbij komen. Die heb ik nu sinds een jaar. Maar mijn vorige hondje ging een jaar geleden dood. Ja. Is maar een hondje, zeggen mensen dan. Nou ja. Nee, maar het is toch, weet je, alles gaat voorbij. Ja. Dus hoe gelukkig ik ben soms, hoe meer ook dat randje er weer bij. Ik denk, ja, ik kan nu wel heel gelukkig zijn, maar shit. Het gaat allemaal weer maar is het niet ook dat randje wat dat geluk waarde geeft? Ja. Nou, dat vind ik wel mooi. Nou ja, ja, dan kom ik toch weer op dat woord dankbaarheid. Dat randje, dat maakt, jongens, wees nou vooral maar dankbaar met alles wat wel goed gaat. Ja. Dus weet je, ik moet helaas hele belangrijke, bijzondere mensen in mijn omgeving moet ik missen. Mijn eigen ouders zijn er niet meer, mijn zusje is overleden. Dus dat randje is er. En daar kan ik niks aan doen, daar kan ik niks aan veranderen. Daar kan ik helemaal zwelg is niet het goede woord, maar ik kan helemaal in mezelf daarin verliezen. Maar dat doe ik dan niet. Want ik richt me ook op de dingen die me blij maken. Waar ik echt heel, heel blij mee mag zijn. Ja. Ja. Maar jij bent christelijk, toch? Als ik... Ja. Ja. Maar, ja, ik niet. Maar ik dacht altijd dat wel een soort van... Hoe zeg je dat? Dat randje een soort van weghaalt. Ja. Waar, zo van, de dood is niet iets eindigs. Iets ja, ja. Misschien zie ik het gewoon helemaal verkeerd, hoor. Maar... Nee, je denk je het heel goed ziet. Maar dat vind ik voor mij een wat te simpele manier van denken. Oké. Okay. Ja. Want ik bedoel, ik ben gelovig, christelijk, zoals jij dat zo mooi uitdrukt. Maar ik door de jaren heen... Ik heb niet een ABC geloof van, oh, dat is dit en dat. En krijgen we dat. Ik weet heel veel dingen echt niet. Dat beken ik gewoon maar eerlijk. Hmm. Ik zeg wel eens, hoe ouder ik word, hoe minder ik weet. En laten we dat woord gelukkig er ook maar weer voorbij grijpen. Dan, daar ben ik heel gelukkig mee. Ik accepteer heel erg op mijn leeftijd dat ik heel veel in het leven niet snap. Als je over leven na de dood hebt, ik weet het allemaal niet. Ik ben bij het overlijden van mijn beide ouders geweest. En ik heb me echt afgevraagd, toen en nu nog steeds, van, wat zou dat toch zijn? Wat gebeurt er met iemand die overleden is? Ja. Waar is iemand? En natuurlijk hoop ik van harte dat het niet bij die 87, 90 jaar hier is. Dat er meer is. Ja. Maar ik heb niet dat rotsvast vertrouwen. Dus ook niet de troost van, nou ja, joh, maak je niet druk, er komt nog veel meer. Nee, precies. Je ziet het tegen die tijd wel. Dan. Ja, en dat accepteer ik dan maar. Ja. En dat is misschien ook een keuze. Dan hoef ik me nou ook verder niet heel druk om te maken nu. Maar zou u, en misschien wordt het nu iets... Ik ga gewoon weer u zeggen nu. Hè? Oh, zei u? Ja, ja, en nu gaan we een serieus onderwerp aan, dus dan moet ik u zeggen. Ja, dat schiet even. Nee, maar als er een manier was om niet dood te gaan, een of andere pil die je kan nemen om voor altijd te leven, zou je dat dan wel nemen of juist niet? Zo. Ja, je dacht, we zijn toch gelijk aan het filosoferen. Ja, nee, dat is ook... Wij zijn zo geconditioneerd op eindigheid, ja. Dat volgens mij zouden we dat helemaal niet aankunnen met ons menselijk brein. Ik heb zelf altijd het gevoel dat eindigheid of schaarste op wat voor manier dan ook het ding überhaupt waarde geeft. Als in het leven heeft inherent waarde omdat het niet voor eeuwig duurt. Ja, ik denk wel dat wel zo is. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld niet de pil zou nemen. Ja. Want om eeuwig te blijven leven. Ja, ja, ja. Nee, het zou wel. Je staat wel door de handen zitten. Ja, wel minder haast, denk ik. Als ik weet dat ik er altijd ben, dan heb ik niet zoveel van haast. Ja, maar dat lijkt me dan saai worden op een manier of zo. Ja, ja, ja. Als in, je kan vrij letterlijk altijd blijven zeggen, ik doe het morgen wel. Ja, nee, je hebt gelijk. Ik trek het nu even naar het simpele. Ja. Ik doe in drukke periodes doe ik meer dan wanneer ik weinig te doen heb. Ja. Snap je? Ik bedoel, even de versimpeling hiervan. Ja. Als ik het heel druk heb, dan komt er veel meer uit mijn handen. Dan denk ik, oh, wacht, ik moet het vandaag doen, want ik heb morgen met jat en dat. In de periode dat ik het even rustig heb, dan laat ik alles maar liggen. Dan wordt dat klopt. Ja, eeuwig leven, ja, nou ja. Ja, ik weet niet of ik daar dan weer gelukkig van word. Met z'n allen, maar het wordt wel heel druk dan. Maar je zei niet dat je die pil zou nemen. Dus je zou... Maar nee, je zei ook... nee, ik zou die pil nu niet als enige... Nee, ja, niet. Oh ja, dat al helemaal niet. Nee, dat sowieso niet. Nee, dat is... Nee. Maar je zei ook dus dat randje van... we gaan allemaal dood, dat vooruitzicht je ook beangstigt. Dus dat is wel interessant.
Ja, nee, dat is een oplossing voor die angst zou zijn, zou je die niet nemen. Nee, dus maar daar zitten we gewoon vast in natuurlijk. Dus, ja, weet je, dan ben ik ook weer te nuchter, denk ik, om daar heel lang over te filosoferen. Denk, ja, we zitten over te filosoferen over iets wat toch niet gebeurt. Ja. Dus even concreet nu. Ja, nee, ik gedachte-experiment, hè. Oh, ja. Nee, ik heb echt zo'n pil hier. Ja. Hier, nu. Oh, hij zit al in je drink. Ja. Je hebt al een slok genomen. Je gaat niet meer dood. Nee, joh, ja... Ik weet het. Ik weet wel dat het mijn, wat ik net al aangaf, het is toch een van de randjes op mijn geluk, is toch wel dat de vergankelijkheid speelt, misschien komt het door mijn leeftijd, dat ik best wel een beetje me bewust ben van, oeh jongens, er komt wel een eind aan allemaal. Ja. Wat weer jammer. Dat is het zeker. Ik ga straks dingen niet meer meemaken van die kleine guppies die we af en toe op die foto's voorbij zien komen. Ja, dat is ook jammer. Ja, ik vind dat ook wel een jammer idee, ja. Ja. En niet omdat ik... Nee, kleinkinderen niet meer mee mag, maar mijn kleinkinderen dan? Ja, nou ja. Nee, ik maak jullie kleinkinderen niet meer mee. Dat is zeker. Ja, nee, ik heb dat denk ik ook niet, maar ik... Nee. Wie weet. Maar, ja. Oh, sorry. Ja, nee, ga je gang. Ja, je hebt ook een programma gemaakt genaamd 24... De laatste 24 uur. De laatste 24 uur. Ja, ja, ja. Ja, dat staat er inderdaad mooi op aan. Ja, want daar ga je met mensen, niet dat, mensen die echt nog maar 24 uur te leven hebben. Nee, maar... dat is een Belgisch format was het. Ik heb 5 afleveringen gemaakt. Ik ging met een bekende Nederlander, die deed mee aan het programma. Wist niet welk programma die meedeed. Ik ging naar diegene toe met René Vroger, Willek Alberti, nog een paar anderen. En dan ging ik naar diegene toe, zei ik, nou, zei ze, hi Bert, wat gaan we doen? Ik zei, nou, je laatste 24 uur is aangebroken. En we gaan nog een paar hele mooie dingen doen. Ga maar mee. En dan stapten ze in de auto. Dan hadden wij een aantal verrassingen voor diegene bedacht. Waarvan wij dachten, die vinden ze leuk. Ja. En dan kunnen een aantal mensen die ze ontmoeten, die belangrijk voor hen waren. En dan konden ze nog iets zeggen tegen die mensen. Het was een beetje een experiment. Oh ja, dat snap ik ook wel, ja. En dan na 24 uur waren ze van, nu kan ik vredig sterven. Na 24 uur was er een soort slotscène en dan was het klaar. Ja, het was een experiment. Komen mensen daarin, als in je vertelt, je hebt nog maar 24 uur, maar als nou, voelen ze de urgentie? Of? Het leuke was, zij ontmoeten mensen die belangrijk waren en dan kom je toch altijd weer op vrienden en familie. Je komt in de sfeer te praten van terugkijkend op je leven. En de grap was wel dat eigenlijk alle gasten die ik in mijn programma had, en dat bevestigde ook mijn eigen filosofie wel, uiteindelijk zeiden al die mensen, wat blijft uiteindelijk over? Dat zijn toch de mensen heel direct naast je. Je kinderen, je partner, je ouders, maar die heb je vaak dan niet meer op oude leeftijd. Maar toch de mensen heel direct naast je. Ja. Ik bedoel, ook in mijn geval, vandaar dat ik alleen maar foto's van mijn gezin en mijn kinderen en mijn kleinkinderen meegenomen heb. Kijk, ik vind mijn werk fantastisch leuk, maar ik realiseer me, en dat zit wel echt een beetje in mij, mijn geluk zit echt gewoon in mijn familie en mijn gezin. Hmm. Misschien een paar vrienden erbij nog, maar uiteindelijk blijft dat gewoon over. Want je gaat uiteindelijk allemaal met pensioen of je wordt ontslagen of weet ik veel wat. En uiteindelijk zit je gewoon, je zit met die paar vrienden en familie zit je nog. Dat is echt het hoofdcomponent voor geluk eigenlijk. Voor mij wel. Ja. Ja. Niet per se voor iedereen, denk je? Ik vond het opvallend dat ik had er niet aan gedacht, maar jij haalt zelf die serie aan. In die serie waren het allemaal, of je Willeke Alberti of Albert Verlinde of René Vroger neemt. Als ik uiteindelijk terugkijk, wat waren nou de mooiste momenten? En ik weet bijvoorbeeld wat René Vroger zei. Nou, die heeft de meest grote concerten heeft hij gedaan. Hij zei, het mooiste vond ik toen dat de ene concert waar ik samen met mijn zoon zong. Oh, dat vond ik mooi. Ja. Weet je, uiteindelijk zijn dat zijn de momentjes. En dan kom je toch op de waar we het in het begin over hadden. Die euforische geluksmomentjes die je na 20 jaar nog weet, zijn toch die momentjes. En dat zijn toch vaak met de mensen heel dichtbij je staan. Ja. Dus we kunnen wel zeggen dat mijn definitie ontkracht is. Het is volslagen ontkracht. Nee, het is en denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Maar wat je zei, dat is het niet, dat is ontkracht. Dat is precies. Het ook. Ja, het is het allemaal. Ja, ja, ja. Maar denk je dat mensen anders zouden leven als ze zouden weten dat ze nog 24 uur over hebben? Mm. Want in principe je kan altijd zomaar doodgaan. Het zou best dat je nu nog maar 24 uur hebt. Ja, dat vind ik. Ik heb natuurlijk toen ook over nagedacht, toen ik dat programma maakte, van hoe zou ik zelf reageren? Het bizarre was, het schiet me nu in de gedachte, dat een van die afleveringen maakte ik toen mijn vader een week ervoor overleden was. Mm. Dus als je het over de laatste 24 uur had, had ik dat net heel concreet meegemaakt. Zou ik zelf anders leven? Ja, ik denk natuurlijk van wel. Maar wat doe je nou als je... dan roep je er ook de mensen bij je die je lief zijn. Ja. En het bizarre is wel, ook dat is toch het rare van het leven. Ik zie nu mijn vader op de foto toen ik zelf geloof ik 1 was. Het rare is dat ook in je laatste 24 uur op het ziekbed, zelfs op het sterfbed,
dat er dan ook weer momenten zijn dat je even gewoon niks zegt. Of dat je even koffie gaat halen. Of dat je een grapje maakt. Of weet je wel. Dus ja, weet je, je kan niet ook qua geluk niet, maar qua, je kan niet voortdurend pieken in het leven. Het is gewoon golfbewegingetjes. Ja. Ja. En daar gewoon bij neerleggen. Ook. Nou ja, heel concreet, de laatste 24 uur in het echi, dus niet in een programma met mijn ouders bijvoorbeeld. Ja, je zegt nog de dingen die je wil zeggen, maar tussendoor ja. Heb je het ook over flauwekul en heb je ook even over niks. Of leven is raar. Ja. Nou, zoals je weet willen wij dat iedereen gelukkig wordt. Misschien wil je dat zelf ook wel, maar... Ja, graag. Wat zouden wij moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen gelukkig is? Ik denk, maar ik wil niet in al te zeer open deuren vervallen. Ik denk wel dat het heel erg helpt om sowieso... Ja, dat klinkt heel... Maar goed, het is een beetje zalvend. Oog hebben voor de ander, want mensen willen gezien worden. Hmm. Mensen worden heel ongelukkig als ze eenzaam zijn en niet gezien worden. Ja. Dus verbinding is heel belangrijk. Heb oog voor de mensen om je heen. Ik denk dat heel erg scheelt. Ik denk dat je, als je een beetje gelukkig wil zijn, maak voor jezelf keuzes. Ga niet met scheve ogen naar de buurman of naar wie dan ook zitten kijken. Dat je het allemaal... Wees gewoon blij met wat je hebt. Wees daar heel bewust van. En ik zeg wel eens, maak je niet druk om dingen die het niet waard zijn om je druk te maken. Qua geld of werk of allemaal belangrijke dingen. Maar ik zeg altijd maar, ook mijn werk, het is leuk met kleine lettertjes. Echt waar. Richt je echt op dingen. Dat zijn toch de relaties met de mensen om je heen. Dus investeer daarin. Ja. Heef daar tijd aan. In mijn geval dan kinderen en kleinkinderen. De mooiste momenten zijn dat. Ik zeg wel eens, weet je, er is nog nooit iemand die op zijn sterfbed heeft gezegd, had ik maar meer gewerkt. Altijd had ik maar meer tijd voor de kinderen gehad. Had ik maar meer gewerkt. Ja. Nee, heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Kan ik me niet voorstellen. Die bij heel veel sterfbedden geweest. Ja, maar nee, maar dat gebeurt natuurlijk. Je kan wel aannemen dat ze dat niet zeggen. Ja. Dus weet je, richt je gewoon op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En dat is toch, dat heeft alles met relaties te maken, met, om het helemaal het woord liefde er maar bij te gebruiken. Weet je, wees er gewoon voor elkaar. Ja. Dus het is wel iets wat je zelf regelt. Het is niet dat wij ervoor kunnen zorgen dat jij gelukkig wordt. Of, nou, niet in dat geval jij, maar stel je voor, we willen dat iedereen in Nederland of iedereen in de hele wereld zijn leven een hoger cijfer zou geven. Dat... Ja, dat begint. Het is volgens mij allemaal toch op relationeel niveau. Dus het is geen tool. Dus jongens, ik geef jou dit, dan word je een beetje gelukkiger. Kijk, natuurlijk, we kunnen alle omstandigheden kunnen we verbeteren. We kunnen zorgen dat iedereen een basisinkomen heeft, dat iedereen werk heeft. En iedereen... Maar het gaat in de kern toch dat je... Ik maak nu een programma met Leger des Heils elke week. Oh ja. Dan bezoek ik allemaal op locatie van het Leger des Heils. Ja. Ik vind het fantastisch. Er zijn de mensen die zijn echt, die hebben de meest rotte jeugd gehad die er bestaat. Maar met hulp komen ze daar weer bovenop. Ja. En mensen willen gewoon, die willen gezien worden. Die willen iemand zijn, die willen gewaardeerd worden. Nou, dat probeer dat te creëren. Geef mensen een reden om hun bed uit te komen. Dus het is toch in mijn geval oog voor de ander. En zit je in de omstandigheden dat je heel ongelukkig bent en dat je er zelf niet uitkomt, we noemden net al eenzaamheid, probeer dan gewoon hulp te zoeken. Praat met mensen over waardoor je niet zo gelukkig voelt. Stop het niet weg en accepteer gewoon hulp. Ja. Sla ik door nu of niet? Nee, helemaal eens, ja. Ja, we vragen altijd als laatste gast, als laatste vraag aan onze gasten. We stoppen nu met de serie. Ja, dit was de podcast, klaar. Nee, maar of ze een tip hebben voor iedereen die luistert. Nou, eigenlijk was dat ook al een beetje een tip. Ja, ik denk het wel. Ja. Dus voor mij is toch het belangrijkste zit in, jongens, laten we gewoon oog hebben voor elkaar. Ja. Ik denk dat daar echt heel veel in zit. Dat lijkt me inderdaad een goeie. Ja, nou, mooi om op af te sluiten. Ja. Ja, ja, bedankt. Heel erg bedankt. Jullie bedankt. Ja, ik vond het heel interessant. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.